Daar gaat ze, daar gaat ze. Mama, ik ga op een pakje. Eerste plaats! Hey. Levensgevaarlijk dit. Felix, kijk de nieuwe vlog. Hij is einde. Logies! Ik ga vandaag afskiën. Ja, superleuk. En we gaan nog iets onwijs leuks doen vanmiddag. Dus blijf even kijken. Maar niet vertellen wat. Voor mijn zevende... Achtste, toch? Nee. Oh. Zevende... Keer. Of niet? Wat bedoel je? Achtste keer. Achtste nee, medaille. Toen je vier jaar was. Dus dit is denk je vierde keer. Oh ja. Ja, ja. Want vanaf dat je vier jaar bent, ben je aan het skiën. Ja, en ik ben alleen maar nog achtste of vierde geworden. Ja, nou, dat is ook knap. Dus mij aanmoedigen. Ja. En, wie weet. Eerste. Dus mee wordt eerste. Nou, maakt niet uit, toch? We zien het wel. Jawel, maakt wel uit. Oké, nou, maakt wel uit. We zien het. Ja. We gaan nemen jullie mee. Opa. Hoor de vogeltjes te sluiten. Goedemorgen. Vandaag is de dag dat Ismee weer gaat afskiën. Maar eerst even ontbijten bij opa en oma. We hadden vandaag onze schoenen in het steenkok. In het steenkok gedaan. In het skidepot. Dus gaan we even kijken of ze lekker warm zijn. Hier zo hangen ze. Ja, die zijn lekker warm. Oh, ze staan er weer in. Lekker hè? Lekker warme voeten. Als ik ging snowboarden, had ik echt geen eerste kunnen zijn. Of dan doen ze geen wedstrijd. Ik weet niet of mij doen ze nog geen wedstrijd. Nee, nee want dat is, hoe moet je bochtjes maken dan zo snel? Ja, dat ga je leren. Nee, maar dan heb je toch tijd? Oh ja, dat kost tijd bedoel je. Ja. 3. Ja. Stootje. 3 schoenen. Helemaal klaar voor. Ja. Skis aan. Ja. Klik. Ja. Ja. Hey, pap. Pap. Jij. Ik heb ook skis aan. Zo. Ik zit er niet aan nou. Nog één laatste oefenronde, want nu staan de vlaggen er. Waarom is er een lift? Wat? Mogen we hem voor het lift? Ja, kom maar gauw. Ga maar. Kom, Jasmee, hierheen. Deze is super zenuwachtig, die staat lekker in de rij. Het is dit jaar echt super officieel, want ze hebben zelfs hier een poortje gemaakt. Dat je daar gelijk doorheen klikt, dus dat ze extra goed de tijd kunnen controleren. Ik zal het even laten zien. Ik zie je. Daar heb je zo'n poortje. En als dat meisje straks gaat, klik. Zie je? Nee, het schijnt weer heerlijk de zon, zie je? Dus wij staan nog even in de kou. Oeh, spannend. Daar gaat ze. In ieder geval, nu nog eentje voor haar. Daar gaat ze. Ik ga proberen een beetje mee te glijden.
Zet hem op, hè, Jesmee. Go, go, go. Daar gaat ze, daar gaat ze. Mama, ik ga op een pandje. Hoi, ik kom daar. Dit is Jasmine. Dit is Sophie. Nummer 2 had 37 seconden. En Sophie. Wow! Voor het eerst! Eindelijk, high five! Ja, in de gele vondel, hè? Ja. Ook nog de gele vondel hadden we vandaag. Zo naar die hierboven ziet hier. Maar dan een gele. We hadden echt wel een geluksdag vandaag. Ja, hij maar... is wel lekker gele. En dan ook, eigenlijk was het eigenlijk dit streep. Ja, zo was hij. Ja, ook zwart. Ja, ook met zwart. We gaan hem daar nog wel een keertje filmen, ja? Misschien zien we hem nog wel een keer voorbij. We gaan nu even lekker lunchen. En dan straks gaan we... Wil jij het vertellen wat we gaan doen? Ik denk dat het nog wel houdt vandaag. Ja, opsleeën in de sneeuw. Ja, we gaan sleeën. We gaan rodelen. Dus we nemen jullie zo met ons mee. Is het limonade? Ja, het is limonade. Een grote chihuahua. Lekker, hè? Jij wilde echt een grote. Nou, die hebben we wel verdiend naar vandaag. Kijk, daar is die. Even wachten, hij is achter de bomen. Ja! Kijk, zie je? Daar zaten wij in. Daar zaten wij in. BVB. We zijn dik ingepakt, want ik zeg nu we gaan het natuurlijk afkoelen, want nu wordt het laat. Ja, ik had hem even opnieuw gemaakt, maar hij is een beetje aan de zijkant, hè? Ja. GoPro mee, want we gaan rodelen. In de sneeuw. Voor het eerst, hè? Niet met zo'n baan, maar echt... Echt op de piste. Dus super benieuwd. Heb je er zin in? Een beetje. En jij? Ik wel. Oké, ja, ik ook. Ik weet dat het super leuk is. Ja. Dus we gaan echt daar staat zo'n houten slee. Lachen hier brullen. Ja, met zo'n houten slee. Ik zal hem even laten zien. Oh, dat is eng, zo heet. Ja, dat is lachen. Hebben ze geen leuning? Nee, geen leuning. Maar mama zit achterop en jij voorop. Oké. Ja, zo'n slee is het. Ja, die roze zou wel mooi bij je staan, hè? Ja, perfect. We hebben de slee. Let's go. Voorzichtig joh, we gaan rechtdoor.
gaaf hoor dit. Kijk zo mooi het is al. De zon schijnt nog. Mooier kan niet. De pistes zijn al geprepareerd. Heerlijk. Ja, daar komen Bo en Julia. Woehoe! Super leuk dit. Gedeeld waar we altijd aan het skiën zijn. Superleuk. Kijk, ik lig gewoon. Het is wel leuker dan een achtbaan hoor dit. Of een waterglijbaan. Oh, ja, en het is wel zwaar. Ik had alles al aangedaan, alle lagen, want ik dacht het is super koud. Want vorige keer was het echt heel koud. Toen ik met Boy was geweest, nou dat is ook al 10 jaar geleden. Nee, dat is nee, niet waar. Jawel, jawel. Volgens mij wel. Volgens mij is dat wel alweer 10 jaar geleden. En sommige gedeelten moet je ook lopen, dus nu stagineer ik een beetje. Dus dan moet ik een beetje, ja, dan is op een paardje, hoor. Wat chick. Je hebt ook een tuintje. Hop, hop, hop. Laat hem los. Hop, 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 hop. Oh jee, Jess mee en Boy bestappen. Zie je al die hobbels? Oeh.
Invincible. Oh. Een sneeuwauto op hier. Kijk eens even hoe mooi hier, jongens. Dit is officieel geen piste meer. En je merkt wel dat het onwijs hard aan het dooien is hier zo. Want soms komt de weg gewoon er doorheen. Ik zit niet op te letten, kijk. Ik zat naar de mee te kijken. Ga ik er zelf vanaf, levensgevaarlijk dit. Nou, we zijn er weer. Woehoe. Nou, die kinderen vinden het fantastisch. En wij ook. Grote kinderen. Kijk, we hebben ook supporters hier langs de weg staan. Zo, een stukje weg. Bijna rijtje. Oh, hier kunnen we vinden in de jacuzzi. Ook gezellig. En een klein stukje lopen hier. En dan gaan we weer. Hoppa. Nou, we hebben het goed warm. Heerlijk. Met één voet moet je sturen, zie je dat? En dan nu weer met die andere. Soms alle twee. Oh, weer hobbels. Die afremmen, want hier komt weer een bocht. Hop, hop. Ja. Oh. Oh, en een rode hobbels. Ze kwamen gewoon los, zou ik zeggen, maar ik zelf ook. Zal ik ze een zetje geven? Nou, als ik op de baan blijf. Sorry! Botsing! Nou, dat was niet een opgezet zetje. Die geeft een beetje per ongeluk. Leuk hè, Moppie? Ja, ja! Nu komt de red. Oh, we hebben pauze. Boom! Oh,
We gaan door. Eén pauze. Oh jee, hier ging de berm in. Nog even een watervalletje tussendoor. Gelopen. Wat zei je? Nee, ik zei, we weer een klein stukje gelopen en dan gaan we weer het bos in. Nee, dat wordt lopen. Maar wel lopen met een prachtig uitzicht, zie je? Oké, okay, we kunnen hier ook koeien tegenkomen. Oh, ik moet wel op de route letten. Ging ik weer op rood. Ik hoor een... hoe heet dat? Oh, daar gaan ze zien in de verte, tussen de bomen door. Een waterval hoor ik, dus dat is niet best als ik hier eraf ga. Ik denk dat we weer een stukje moeten lopen. Kijk eens hoe mooi. Nou, dan gaan we weer. Pakken we de slee, handschoenen aan. Al heb je die niet echt nodig, want... Oh, wat is het heet hier? En voor mij zit dezelfde waterval als van de zomer met de auto. Maar dat durf ik niet te zeggen, want alles lijkt hier op elkaar.
Maar het lijkt er wel eigenlijk een beetje veel op. Oh, ik heb het warm. Oeh. Nou, we gaan zo weer een stukje glijden. Nog een klein stukje lopen. Ja, daar zijn we weer. Wat is dat voor een leuk hutje? Een soort stal of zo. Wat zou erin staan? Of wat zou erin zitten? Of het is gewoon aan het luchten. Joehoe! Nou, bijna het leven hier. Oh jee, we hangen weer. Oh, daar zijn we al. Daar waar het hutje zit. Nou, volgende keer nemen we deze, ja? Die is wel echt mega dik, dit ding. Hey, spetters! Oh, dat weet ik niet of dat kan. Hey, hoe was het? Was leuk? Ja. Gaaf, hè? Daar zit hij al, hoor. Max, we stappen. Was gaaf, hè? Ja, was heel leuk. Ik zei toch net dat het me heel bekend voorkwam, die waterval. Nou, lijken alle watervallen op elkaar, ik weet het. Maar deze leek me heel erg op dat, op die ene die we van de zomer hebben gezien. En toen zei ik net tegen Boy, ik zeg, voor mij zijn we hier geweest met de auto, want ik kijk hier nu net naar beneden, kijk. Het ziet echt zo bekend uit. Ja, ik weet het. Alles lijkt op elkaar. Maar ik heb heel fotografisch geheugen. En toen dacht ik, volgens mij is het precies de pad dat we gereden hebben. En toen zei ik tegen Boy, klopt dat? Dus hij ging kijken. Hij zei, ja, want daar is die slagboom, daar zo. En officieel, dat we naar de Boegstal waren, of naar de, hoe heet dat nou? Brechhornhuis waren gereden. Dat mag dus eigenlijk helemaal niet met de auto. Maar ja, die slagboom die stond open. Dus we zijn natuurlijk toen de tijd gewoon doorgereden. Dus eigenlijk te grappig dat we daar zijn geweest met de auto. En dat ik het natuurlijk nu gewoon weer herken. Het is prachtig, hè, zo. En nu de zon ondergaat, nou, dan is het echt gewoon gelijk 10 graden minder. Echt gewoon fris. Nou, die kinderen zijn heerlijk al hier in de speelhok aan het spelen. We gaan met z'n allen eten bij het restaurantje hier bij de camping. Is ook helemaal gezellig. Sluiten we het heerlijk af, want hun gaan morgen, ja, morgen of overmorgen weer naar huis. Morgen is afskiën voor de meeste kinderen. Desmee heeft het vandaag natuurlijk al gedaan. Dus heerlijke vakantie weer. Gisteren was het een beetje laat geworden. Ja, en we waren heel erg moe, want we hadden natuurlijk drukke dag gehad. Die was natuurlijk eerste geworden. Eerste geworden, ja. En natuurlijk gewoon. En met Rode de eerste. En ook met Rode ook eerste. Ja, je ging hard, hè? Echt hard met papa. Ben je nog van de baan afgegaan of viel het mee? Welke baan? Nou, van de rode baan? Ja. Zo zie ik je niet. Ja. Ja, oké. Okay. En was dat eng? Ik vond het ook wel eng, hoor. Want ik zat af en toe naar jou te kijken en dan ging ik hop, zo weer richting de boom. Je moet natuurlijk echt wel op jezelf letten. Ja, echt wel, ja. Nou, ik ben lekker verkouden. Dat eerst ook wel weer een beetje. Ja. Nou ja, dus we moesten de vlog nog even afsluiten, want ja, dat waren we dus vergeten. Dus we hopen dat jullie het super leuk vonden. Ja. Dan een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. Zie jullie elke keer weer in die vlog. Doei!